Zeg Paul, welk soort studietips gaven docenten vroeger aan studenten, weet jij dat? Nou, in het stenen tijdperk, toen ik leerde, was het vooral lezen, herlezen, herlezen. Nou, af en toe kreeg je de aanmoediging van schrijf het over. Ja, wat je leest in het boek, schrijf het over. En ja, daar hield het een beetje op. Ja, dan denk ik toch dat en er nu? Betere technieken beschikbaar zijn. En dat is ook het stuk waar wij het op ResearchChat willen over hebben, hè Paul. Ja. Er bestaan ook zoiets als generatieve of productieve leerstrategieën. Ja, dat zijn strategieën waarbij je als lerende, als student, een bijproduct genereert bij hetgeen je aan het leren en het studeren bent. Zoals? Geef maar een voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld als je een samenvatting maakt op een goede manier, dan genereer je een eigen product bij wat je aan het studeren bent. Of je ondervraagt jezelf en je stelt jezelf vragen en probeert op een eigen manier op een goed antwoord te komen. Dan ben je dus generatief bezig. Ja, ja, en als je zegt samenvatten op een goede manier, bedoelen we, of bedoel jij hier, eigenlijk dat je het parafraseert, je zet het in je eigen woorden, je doet meer dan alleen maar overschrijven. Voilà. Dus ik denk dat er tegenwoordig betere studeertips kunnen gegeven worden dan die in het stenen tijdperk. En daar gaan Paul en ik op ResearchChat verder op in. Tot dan. Ja, tot dan. Hoi.